Je eigen computerstudent. Betrouwbaar en voordelig. Kijk op studentaanhuis.nl. NPO Radio 1. NTR. 1 op straat. Met Marianne van den Anker. Welkom bij 1 op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd en natuurlijk met de betrokkenen zelf. De komende 12 uitzendingen staat 1 op straat in het teken van de provinciale statenverkiezingen van 18 maart aanstaande. Bij ons geen landelijke politici, maar de Brabanders, Friezen, Zeeuwen, Groningers en noemt u maar op waarop u wel kunt stemmen. 12 dagen, 12 provincies. We beginnen vandaag in Gelderland. De grootste provincie van Nederland en volgens de inwoners ook de mooiste. Ons Gelderland, het volkslied. Staat dat volkslied ook symbool voor het conflict dat op dit moment in Gelderland speelt tussen lokale bestuurders en het provinciebestuur? De gemeenteraden van Nijmegen, Arnhem en Zevenaar hebben plannen om grote zogenoemde weidewinkels te laten verrijzen aan de rand van de stad. Risicovol, want dat soort winkels kan de middenstand in de binnenstad kapot maken. De provincie vindt 3 winkelcentra vlak bij elkaar sowieso niet slim en wil mogelijk een stokje steken voor deze projecten. Probleem is dat alle 3 de gemeenten graag de grond willen verkopen. Als de provincie hun plannen dwarsboomt, leiden de gemeenten schade. Dan moet de provincie dat maar ophoesten, vinden zij. Maar de provincie die voelt daar niets voor. Een prachtig onderwerp voor 1 op straat als eerste in de reeks van de Provinciale Statenverkiezingen. We hebben onze bus weer, die staat op de Waalkade. Nijmegen is wat dat betreft ook van alle steden die ik net noemde degene die het grootste aantal euro's gaat verliezen, mocht het toch niet gaan lukken met die verkoop van de grond. Hans van Hooft, welkom in onze bus. Hallo. Hallo, ja. U bent fractievoorzitter van de SP, lokaal hier in Nijmegen. Niet verkiesbaar op 18 maart. Het college in Nijmegen wil de winkels buiten de stad. Uw wethouder van de SP zegt, nou, prima plan, dat vinden wij ook. Maar waarom? Waarom is dat nou zo'n goed plan? Nou, ik moet u een beetje corrigeren. Het vorige college met D66, die wilde een mega winkelpark beginnen in Ressen. Daar hebben we nou een streep doorheen gezet en dat gaan we in ieder geval niet doen. Wat we wel hebben gezegd, want daar ligt een behoorlijk lapje grond. Wat we wel gaan doen, hebben we gezegd van, nou, daar kan wel een Hornbach, een bouwmarkt, zou daar eventueel kunnen komen. Er is ook een onderzoekje geweest wat gedaan is door de provincie en de gemeente Nijmegen samen. Er zijn 16 locaties onderzocht. Dit is de beste locatie die er is voor zo'n Hornbach. Dat is 1. 2. Uit dat onderzoek is ook gekomen dat het niet concurreert met de binnenstad. En dat vinden wij een hele belangrijke voorwaarde. Willen we daar überhaupt mee akkoord gaan? Oké, dus u zegt onze plannen zijn eigenlijk waterdicht. En het was die vermaledijde D66 die eigenlijk een rotplan in het vorige college neer had gelegd. Ja, die hadden een plan waarbij ze 4-8% van de omzet uit de binnenstad zouden wegtrekken. Dat kwam van de D66-wethouder. Daar is vervolgens door de gemeenteraad gezegd, nou doe dat maar een beetje rustiger aan, want dit gaat toch wel erg hard. Maar een bouwmarkt, die moet daar wel kunnen komen. Nou goed, inmiddels is het zover dat die bouwmarkt er kan komen. Alleen dan is weer het probleem dat we het provinciebestuur hebben en die willen daar een stokje voor steken. En dat mag de provincie best doen. Ik heb daar geen moeite mee. Maar dan moet ze ook boter bij de vis leveren. Dan moet ze ook geld leveren. Dat kost de gemeente Nijmegen 10 miljoen. Dat betekent dat de Nijmeegse burgers dat geld moeten ophoesten. Dat kan. Maar dan moet toch echt de provincie ook die 10 miljoen leveren. Nou, die hebben wij gelukkig in de bus zitten. Dus daar kunnen wij direct het gesprek mee aan. De instelling van de SP hier lokaal is, die winkels kunnen prima komen, die grote winkels. Ook zo'n Hornbach, het is bijna rond. Het kost ons 10 miljoen als het niet doorgaat. Nou, en de provincie wil daar een stokje voor steken. Alleen een Hornbach en verder ook niks. Er kan nog een tankstation bij, er kan misschien nog een McDonald's bij. En dan is het over en uit. Want we willen niet concurreren met de binnenstad. Dat is een essentieel punt. Ja, want anders dreigt hier leegstand, hè? Anders gaat de binnenstad eronder lijden. En de binnenstad heeft het al moeilijk in de middenstand in de binnenstad. En die willen we dus niet eronder laten lijden. Nou, we hebben het provinciebestuur en 2 verkiesbare mensen van de provinciale politiek hier in de bus. Welkom Jan Markink, VVD, grootste partij op dit moment in de Provinciale Staten. U hebt nu 11 zetels. Ja, op voor. Dat klopt.
Ja, ik heb vorige week bij de totstandkoming of de aftrap van de verkiezingen heb ik gezegd van we gaan voor 12. Maar realistisch gezien denk ik dat we op 9 ongeveer uitkomen. Oh, dus maar we strijden echt voor 12. We strijden voor 12. Nou, ja. Hoorden we net al een uurtje geleden dat uw partijgenoot minister Kamp in Groningen zijn excuses heeft aangeboden. Ja. Er wordt twee kanten op gereageerd. Het is schijnheilig of het is toch eigenlijk wel hartstikke goed wat hij heeft gedaan. Wat vindt u? Nou, ik denk dat het goed is. Hij doet het namens het kabinet. En wat ik jammer vind in deze discussie over het gas in Groningen, is dat het net gedaan wordt of er nu maar 2-3 jaar dat gas eruit gepompt wordt. En volgens mij zijn we al 20 jaar bezig. Dus ja, kunt mij niet vertellen dat die verzakkingen en die aardbevingen alleen van de laatste 2 jaar komen. Door de VVD komen. Nee. Maar, okay, kijk, nou wij zijn een dynamische partij, maar dit gaat me te ver. Ja. Goed, nou van Groningen weer hier naar Gelderland. Ja. Meneer Markink, waar denkt u eigenlijk aan als u denkt aan uw eigen provincie Gelderland? Nou, daar denk ik aan een heel divers gebied. We hebben een heel mooi gebied met Veluwe, Achterhoek, riviergebied, maar ook hele mooie steden. Dus een heel mooie, veelzijdige provincie en een heel dynamische provincie. En dat moeten we ook zo houden. En moeten daar die weidewinkels dan bij? Ik vind trouwens een verschrikkelijk woord, hè? Weidewinkels. Ja, weidewinkels, ja. Ik ben daar niet per definitie tegen, moet ik zeggen, vanuit de VVD-oogpunt. Ik denk dat ook ondernemers de ruimte moeten hebben om daar wat te kunnen doen. En ik vind primair als zoiets is echt aan de orde voor de gemeenten. De gemeenten moeten zelf, gemeenteraden, die moeten zelf bepalen van gaat dit te veel risico opleveren voor mijn binnenstad? Of laat ik het toe of steek ik de stokje. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zegt deze gemeenteraad, maar ook van Zevenaar en ook van Arnhem, ja, we gaan ze lekker neerzetten, die grote megastores. Nee, dan komen er 3 van die huge dingen in een vrij kleine omgeving. Ja, maar wat Hans al aangaf, daar het echte probleem zit dat gemeenten gronden hebben gekocht. En die zitten met een financieel probleem. En dus om dat maar enigszins te verlichten, zeggen ze van, nou ja, gaan we toch maar of helemaal of ten dele bouwen. En eigenlijk denk ik van, ja, steek nou de koppen bij elkaar. Als je kijkt wat er gebeurd is rond woningbouw, hebben we ook in deze provincie mee van doen gehad. Is het zo dat er een heleboel gronden zijn afgeboekt. Dat doet hartstikke pijn. En dat leidt soms ook tot financiële debakels. Maar de kiezers moeten morgen op basis van dit programma oordelen hoe de VVD erin staat in deze grote megastore kwestie. Zegt u dan afboeken? Gewoon ja, neem je verlies? Ik denk dat de gemeenten primair aan zet zijn en die zullen moeten afboeken. Ja. Oké. Okay. D66 hebben we ook in de bus. Ook verkiesbaar. Michiel Scheffer, D66. U hebt nu 4 zetels. Op naar? Wij hopen in ieder geval 6 te halen, maar onze campagne richt zich op 8. Zo, maar is dat dan het Alexander Pechtold effect? Dat het eigenlijk helemaal niets uitmaakt wat u doet, want dat is de grote koning? Nou, we hebben in Gelderland ook heel erg gewonnen in de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn de grootste partij in Apeldoorn, in Arnhem, in Renkum, in Tiel. En nog in 5 andere gemeentes, dus ook dat is een stevige basis. Oké, nou we praten hier natuurlijk als het gaat over provinciale kwesties in 1 op straat over mogelijke leegstand in binnensteden. Dat wil uw partij niet, nog lokaal, nog in de provinciale staten. Dus dan lijkt het mij ook logisch dat u tegen die grote megastores bent aan de flanken van Nijmegen, Arnhem en Zevenaar. Klopt dat? Ja, we zijn tegen om 2 redenen. 1 reden is dat het toch gewoon niet goed is voor de huidige winkelkernen in Nijmegen, maar ook in Elst en in Bemmel en in Huissen, dus ook in de plattelandsgemeente om Nijmegen heen. En de tweede reden is dat heel veel burgers en met ons bezorgd zijn over die verrommeling van het buitengebied. En Ressen, waar die grote winkel gepland zou zijn, ligt ook tegen een natuurpark Lingenzegen. En dat kun je ook heel mooi doorontwikkelen. Dus het is om de stad vitaal te houden en om het landschap mooi open te houden. Hans van der Hoofd van de SP hier lokaal Nijmegen. Ik zie u een beetje gniffelen. Waarom? Nou, Ressen ligt nu nog in een weiland, maar straks liggen daar ook allemaal woningen. Dat is gewoon zeg maar de rand van de stad, maar wel gewoon in de stad nog, aan de stad. Een stuk industrieterrein wat daar ligt. Overigens is het al 20 jaar geleden al vastgesteld dat daar iets zou moeten komen. Ooit gedacht een ziekenhuis, later duidelijk gezegd in de begin jaren 2000 dat daar iets van retail zou moeten komen. Het ligt al jarenlang op de plank wat dat betreft. Kijk, en
Ik zeg nogmaals, ik heb er geen probleem mee als er een streep doorheen wordt gezet. Hè. Dat mag van mij. Ik bedoel, ik ben niet een fan van Hornbach of ik heb ook geen aandelen in Hornbach. Ik constateer wel, Hornbach als bouwmarkt is hooguit een concurrent voor andere bouwmarkten en niet voor de binnenstad. Dat is één. Ja, het is een onderzoek wat door de provincie er wordt en de direct hier vanuit de bus, gedaan. Meneer Hans van Hoofd, daarop gereageerd. Ja. Al op uw eerste punt. Dus we gaan daar direct naartoe. Gaat u gaan. Olaf Michielsen, u hebt een artikel geschreven in de Gelderlander. Ja. U lijkt een gewone burger, maar u bent eigenlijk ook stiekem heel erg D66, toch? Ik ben lid van D66, dat klopt. Ja, maar u zit hier als gewone burger. Ja. En u zegt nou, Hans van Hoofd met geen concurrent voor... Ja, dat is een klassieke fout die wordt gemaakt. Ik ben 20 jaar werkzaam in het marketingvak met heel te maken met heel veel retailers. En de gedachte dat je retail kunt scheiden in categorieën is echt van 20 jaar geleden. Als je de gemiddelde bouwmarkt kijkt, met name de megabouwmarkten waar we het hier over hebben. Hè, dus vier voetbalvelden groot. Dan treffen we daar ski-uitrustingen, kleding, huishoudartikelen. Eigenlijk alle artikelen die in de blokken, de HEMA, maar tegenwoordig ook in de kelders van de Primark, maar ook bij de Action, niet meer staat. En dat u zegt precies... eigenlijk, meneer Olaf, ze verkopen alles wat los en vast zit. Dus wel degelijk komt dan het punt aan de orde dat het de binnensteden leegtrekt en daar middenstanders om zeep helpt. Los van wat je daar ontwikkelt, per definitie is het concurrerend met elkaar. Omdat alles convergeert en dus alle winkels naar elkaar toetrekken. Dus wat je daar ook neerzet, of het nou een Bauhaus is of een Hornbach of een ander soort grootschalige retail, het zal concurreren met bestaande winkels. Maar deze SP die op dit moment in Nijmegen in het college zit met GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Nijmeegse fractie, die hebben allemaal onderzoeken en die zeggen allemaal... Die Hornbach en al die grote mega-stores. Ja, maar die onderzoeken zijn geheim. Want de wethouder zegt, ik heb onderzoek, maar dat mag niemand inzien. Nou, dat is niet terecht. Dat onderzoek komt heel snel naar buiten. Ja, maar dat is toch raar dat het onderzoek is wat geheim is? Nee, dat is niet geheim. Dat is een onderzoek geweest wat samen met de provincie is gedaan. En inmiddels is er gezegd, van we gaan dat nou naar buiten brengen. Voor alle duidelijkheid. En dat komt naar buiten. Daar staan die dingen in. Overigens, nogmaals, voor mij geldt, zodra het duidelijk is dat dat ernstig zou concurreren met de binnenstad, zouden wij het niet doen. Maar uw wethouder van D66 stelde 2 jaar geleden voor om daar een mega winkel park neer te zetten met veel meer dan alleen een bouwmarkt. Nou, u interrumpeert nou met 4-8% omzet. U doet nu alsof ik van D66-fractie ben. Dat ben ik niet. En u valt me nu aan als een politicus. Ik ben geen politicus. Nou, ben ik meester en ik ben lid van de partij. Ja, en u krijgt speltjes opgespeld door uw D66-partijgenoot. Ja, voor vele vrijwilligerswerk wat u voor die club doet. Maar dat is iets anders dan in het college zitten en daar toespraken doen. Ik doe ook vrijwilligerswerk. Maar dan gaan we Hans van Hoofd naar de echte D66-politicus. Want die hebben wij ook in de bus. Nog verkiesbaar ook. Michiel Scheffer. U wordt aangevallen door de SP. Ja, kijk, wat wel belangrijk is, is dat er is natuurlijk een onderzoek. Dat onderzoek is nog niet publiek. En wat ik wel merk is dat in gesprekken met onze gedeputeerde Meijers van de PvdA, ik krijg een andere lezing van wat het onderzoek staat dan wat de heer Van Hoofd net meldt. Want daar in dat onderzoek zou staan van ja, op zich is er wel een markt voor. Op basis van onderzoek van 3 jaar geleden. Dus marktcijfers over de bouwmarkt van 2009, 2010. En zou het onderzoek zeggen van nou, er zijn geschiktere locaties in de stadsregio dan in Ressen. Je zou het ook in Nijmegen-West kunnen doen bijvoorbeeld. Maar dan blijven we dus straks rondpompen. Hè? Dan zie ik het al helemaal gebeuren. Dan komt er nog weer een onderzoekje. Dan wordt weer een onderzoekje besteld. En dan blijft het een beetje heen en weer pingpongen. Of dat dit soort grote stores de binnenstad leegtrekken. Punt wat ook doorgemaakt wordt door de SP. We hebben gewoon straks 10 miljoen euro die we aan de Nijmegenaren moeten maar laten we eerst een visie op detailhandel hebben. En eerst overleg met elkaar. En als er dan consequenties zijn in financiële zin, dat we dan pas dat dan bekijken. Je gaat niet op basis van je zakgeld zeg maar je wensen plannen. Je gaat eerst je wens formuleren, dan ga je sparen. Nou, voordat wij in allerlei discussies komen over de retailhandel en onderzoeken, gaan we eerst even luisteren naar de echte Nijmegenaar. Want onze verslaggever Tjade Michos sprak vandaag met deze mensen over de op handen zijnde megastores. Wat zijn we? De mooiste plaats van Gelderland is Nijmegen. Omdat het de Vierdaagse is. Ook. En omdat je lekker kan zuipen bij café Samson. Ja, dat is café van Nederland. Dan kun je 40 soorten. Wel meer, 80 soorten 80 bier. 80 soorten bier drinken. En hoeveel hebben jullie erop? Nog niks. Maar we waren wel onderweg. Maar dat is het beste café van Nijmegen. Ja, en Gelderland, doet dat jullie nou nog iets? Of is het alleen Nijmegen? Nou, Nijmegen wordt steeds mooier. Ja, hè? Ja, nou, met die nieuwe brug. Er komen een paar, er kunnen gelukkig Statiek 1000. Ja, dat wordt heel mooi. Statiek 1000. De Waal hier, de nieuwe kade, zeg maar, is iets fantastisch. Dat wordt heel erg mooi. Hebben jullie gehoord van de nieuwe Hornbach? De grote bouwmarkt? Ja, die komt tussen Lent en Ressen in daar zo'n beetje. Ja.
Daar heb ik ook geen moeite mee. Geen moeite mee? Nou, iedereen moet toch een boterham kunnen verdienen. Ja. En als wij daardoor goedkopere spullen kunnen krijgen, hè, zoals het bouwmateriaal, wij bouwen heel veel, hè. Wij doen heel veel bouwen. Ja. Ja. Dan, is dat alleen maar gunstig voor ons natuurlijk. Ja. Ja. Maar die ondernemers zijn allemaal bang dat ze failliet gaan in de binnenstad. Ja, maar in de binnenstad heb je helemaal geen bouwmarkt. Nee, maar ze zijn bang dat er dan nog meer allerlei winkels daar komen. Dat je een soort winkelgebied krijgt. Ja, dat is toch geweldig. Dat is toch geweldig. Kan iedereen lekker daar groot in shoppen doen? Ik vind dat sowieso wel geweldig. Maar, joh. Maar waarom ze failliet gaan is dat iedereen koopt van internet. Hè? Dan kun je niet alleen die schulden leggen bij de grote bouwmarkt. Nee, de bouwmarkt. Hoe gevaarlijk is die Hornbach nou eigenlijk voor de Nijmeegse binnenstad? Is dat echt een bedreiging? Ik vraag het in zus en zo, keukengerei. Leuke winkel, allemaal hebben dingetjes en natuurlijk handige dingen. Er komen ondertussen weer een paar klanten binnen. Mevrouw, ja, u werkt met hier in dienst? Ja, ik ben hier in dienst bij Zus en Zo. Ja. 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 En heeft u al gehoord over die plannen voor de grote Hornbach? Ik heb erover gelezen in de krant, ja. 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 Is dat nou iets wat leeft bij ondernemers in Nijmegen? Ja, wat je hoort wel, dat mensen er eigenlijk niet mee eens zijn dat die winkel er komt. Mm-hmm. Omdat ze bang zijn dat mensen de binnenstad uittrekken en meer daar naar die geconcentreerde grote winkelketens gaan. Ja. 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 En u bent dus ook echt bang dat dan Nijmegen klanten zal verliezen, om het zo maar te zeggen? Ik denk het wel, ja. Want wie zegt dat alleen Hornbach blijft en niet nog veel meer bij komt. En je ziet het in andere steden ook gebeuren. Mm-hmm. Dus het trekt toch mensen aan en mensen trekken dan toch de binnenstad uit. Ja. Het probleem is natuurlijk dat als de gemeente de grond niet verkoopt, dan kost het 8 miljoen euro. Dan moeten ze afschrijven. Ja, dat lijkt me ook niet heel goed voor Nijmegen, toch? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar te weinig van af weet. Dan zullen ze misschien wel weer een andere bestemming uiteindelijk daarvoor vinden. Ze zoeken maar een oplossing. Ze zoeken maar een oplossing, ja. Ja. En die oplossing die moet hier in de bus gevonden worden. Waar we praten over de provinciale statenverkiezingen. 18 maart, twee verkiesbare mensen in de bus. Michiel Scheffer en Jan Markink, maar ook een SP... gemeenteraadslid hier, die instemmend zit te knikken, terwijl u net hebt aangegeven in deze uitzending, het gaat er gewoon komen, die Hornbach. U laat uw eigen ondernemers in de steek. Ze zijn hartstikke bang dat ze straks failliet zijn. Nou, precies wat die mevrouw zegt, en dat is de angst, dat is namelijk dat er straks nog veel meer winkels bij komen, dat het echt een mega winkelpark gaat worden. Precies dat wat het voorstel oorspronkelijk was van D66 twee jaar geleden. Nou, en daarvan hebben wij dus gezegd, daar zetten we een dikke streep doorheen. Wij gaan dus geen megawinkelpark zoals D66 dat wil bouwen. Wij zetten hier een Hornbach neer. Dan mag misschien nog een tankstation komen. Dan mag misschien nog een McDonald's komen. Dat hebt u net ook al gezegd. En maar dan zetten we er een streep onder. Dat betekent dus dat we het restant van de grond afboeken en afstrepen op eigen rekening. Oké, en om wat voor een bedrag gaat het dan? Nou, het totale bedrag voor die grond zou 18 miljoen moeten opbrengen. 10 miljoen voor de Hornbach. Nou, reken er nog een paar miljoen bij. Dan zou je 3, 4 miljoen moeten afboeken. Maar betekent dat dan ook? Want de expert op het gebied van retail, Olaf Michiels, die ook een stuk in de Gelderlander heeft geschreven, die zegt juist, zij gaan vanuit Hornbach of, we hebben ook nog een factory outlet die dan in Zevenaar gaat komen. En een Bauhaus in Arnhem. Die partijen gaan gewoon alles verkopen wat los en vast zit. Dat kunt u natuurlijk nooit tegenhouden als SP. Dat is ook niet helemaal waar, want Hornbach heeft ook toegezegd dat zij gewoon een deel van hun assortiment niet willen of niet hoeven te verkopen als de binnenstadondernemers daar bezwaar tegen maken. Dat betekent dus dat wij een deel van hun assortiment... Olaf Michielsen. Houden we een Hornbach over met alleen maar spaanplaten en emmers verf. Daar kun je geen 20.000 vierkante meter winkeloppervlak mee vullen. Nee. Wat er dadelijk gaat gebeuren, en daarom heb ik het stuk geschreven, want het gaat niet alleen over Nijmegen. En het gaat ook over Arnhem en Zevenaar, waar notabene D66 in het college zit en waarvan ik ook zeg, dat gaat dus niet goed. Is het feit dat we dadelijk binnen 10 minuten autominuten 37.000 vierkante meter nieuwe mega bouwmarkt gaan krijgen. Dat is een verdubbeling van het huidige totaal aantal meters vierkante meter bouwmarkt in deze regio. Terwijl de omzet zal niet meer dan 2-3% groeien. Dus dat betekent kaalslag. En als je een bouwmarkt van 4 voetbalvelden groot wil vullen, dan lukt dat alleen maar met branchevervaging. En ik denk dat het redelijk naïef is als wij als bestuurders geloven dat een megaconcern als Bauhaus of Hornbach zegt, nou, wij zullen beloven dat we niet zullen concurreren met de binnenstad. Dat kan namelijk niet, want ze moeten 3.000 euro per vierkante meter op gaan leveren. Met 20.000 vierkante meter grond betekent dat 60 miljoen omzet per jaar. En het lijkt mij ook dat commerciële partijen geen zoete broodjes bakken. Die zijn niet voor de lieve vrede op winstmaximalisatie. En het is een krimpmarkt. En de standaardstrategie bij een krimpmarkt is namelijk verdringing en zoeken en verbreding en meer meters, zodat je efficiënter in kunt kopen.
Zij Olaf Michielsen, weliswaar van D66, maar hier als expert en ingezonden brievenschrijver van de Gelderlander in deze bus aanwezig. Wel verkiesbaar is Michiel Scheffer. U komt straks met die waanzinnige verdubbeling van het aantal zetels. 8. En u gaat ook straks na 18 maart deelnemen in dat provinciale statenbestuur. Wat dan? Wat gaat u ten aanzien van die megastores zeggen? We hebben een plan met drie luiken. 1 luik is, je moet dat niet doen, die grote winkels. Dat geldt dus? Dat is er 1. Dus je kunt daar je afschrijven? Nee, dat afschrijven aan de gemeentes. De provincie kan... Maar dat is interessant, hè? Want u zegt... Want dat is een beetje het gepingpong hier. Ik denk dat geen ene burger daar iets van begrijpt. Hè? Want het is gewoon de overheid. Of het nou de gemeentelijke overheid is of de provinciale overheid. Ja, maar kijk, uiteindelijk betaalt de belastingbetaler. Ja, maar kijk, we zijn natuurlijk niet elkaars vijanden. Ik bedoel, een stad als Nijmegen heeft natuurlijk veel ambities. Er was ook vorig jaar, toen er de eerste gesprekken waren tussen het college van Nijmegen en de provincie, was er ook sprake van een lijstje van, ja, wat wil u dan doen? En zo'n stad als Nijmegen heeft meer dan genoeg projecten waar ook de provincie, zeg maar, nut in ziet. Hè, maar waarom komt u dan niet die steden tegemoet? Want het is zowel Nijmegen 7 als Arnhem die alle drie aangeven. Omdat we het anders moeten afboeken. Omdat vooral Zevenaar en Nijmegen halstarrig vasthouden aan dat plan. En u komt ze niet tegemoet? Nou, nog niet. Omdat, kijk, er was vorig jaar een lijstje van, nou, als dan dat rest niet doorgaat, wat zou dan gedaan kunnen worden? Moet nog een slachthuis uit Nijmegen Westweg. Er zijn bedrijven in meer het zuidwesten van de stad rond de NXP die willen gaan groeien. Kun je daar helpen? We hebben natuurlijk een grote universiteit en een groot ziekenhuis hier met veel ambities. Dus als je een lijstje maakt van wat er allemaal zou kunnen, wat ook binnen het provinciaal beleid past, dat is een heleboel waarmee, zeg maar, de provincie de Nijmegen kan helpen. Maar u zegt, ik maak een lijstje van 1, 2, 3. De eerste is natuurlijk het allerbelangrijkste. Eerst is gewoon niet doen. Tweede is met elkaar in gesprek gaan. Hoe kun je elkaar helpen? De afschrijving, dus de lasten, de financiële kosten, die komen op rekening van... Die komen allereerst op kosten van de gemeente. Op kosten van de gemeente. Even checken bij de VVD. Er is nog even een derde luik. De binnenstad wordt niet vanzelf gezond op het moment dat je Hornbach niet doet. Dus je moet ook met de binnenstad gaan praten, met de binnenstad en met de gemeente gaan praten. Hoe kun je bijvoorbeeld die binnenstad gezonder maken? Door specifieke projecten te gaan doen, door herverkaveling, dus door winkels aan te moedigen te verplaatsen. En Nijmegen heeft daar een heel mooi voorbeeld al van. Want als je kijkt naar het oude plein 44, dat was toch een plein waar je als winkelier eigenlijk niet wilde vestigen. Nu hebben we inmiddels daar een Primark zitten. Dat is een voorbeeld van herverkaveling en herindeling van grond, waardoor de grootschalige winkels opeens wel in de stad kunnen komen. Je ziet dat het nu een trekker is geworden en mensen van buiten aantrekt. Dus u zegt als expert, concentreren op bestaande winkelgebieden en versterk deze, zorg dat kan overleven. Maar ga dan niet op 6 kilometer afstand een compleet nieuw retailgebied aanleggen. Dat is waar ik tegen ageer. Nee, we gaan geen compleet retailgebied aanleggen. Jawel, want het is een weiland, dat zegt u net zelf. Ja. Nee, maar het is geen compleet retailgebied met een megawinkelpark zoals D66 voorstelde. En het is nog meneer anders. Van Hoofd, even voor de duidelijkheid. Want D66 heeft vorig jaar een motie ingediend. Die zei, we stoppen met het retailplan Ressen. En we laten toe dat er onderzocht mag worden of het minimaal 1 bouwmarkt mag komen. Daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. En dat zijn plannen uit Havanna 1 en Havanna 2. Dat zijn verkeerde weergaven van de feiten. Maar duurt het niet toe. Maar nog iets anders. Ik wil heel graag even van de VVD weten. Want die is tenslotte verkiesbaar op 18 maart. Meneer Markink, wat is het standpunt van uw partij als u straks gaat regeren in de provincie? Nou, ons standpunt is dat de gemeente eerst zelf nu maar eens echt met elkaar rond de tafel moeten. Want we doen hier net of het een stand-alone situatie is. Maar dat is een heel groot gebied. Er zijn ontwikkelingen hier in Nijmegen, zijn ontwikkelingen in Arnhem, zijn ontwikkelingen in Duiven, zijn ontwikkelingen in Zevenaar. Dan denk ik van, gemeente, ga rond de tafel zitten en ga eens kijken waar moet ontwikkeld worden. Maar dan blijft vervolgens... het probleem, meneer Markink, dat er straks in Nijmegen voor 18 miljoen, in Arnhem en Zevenaar geldt voor x miljoen aan grondposities. Ja, dat weet wie ik moeten al. Ze betalen wat u betreft? Nee, wat ons betreft ligt dat gewoon bij de gemeente. Dat hebben we bij woningbouw ook gedaan. Dat is primair aan de verantwoordelijkheid voor de gemeente. Als provincie betaalt u niet. Kunt u dwars gaan liggen? Stel nou dat er toch drie eigenwijze gemeenten blijven Ik kan me niet voorstellen, of je nou lid bent van de SP of van D66, dat je het laat gebeuren dat de provincie dit gaat afstraffen. Wat zijn de maatregelen voor u, de mogelijkheden? U kunt een rechtszaak starten? Wat we kunnen doen is op basis van de omgevingsvisie dat wij gaan zeggen van, als er een nieuw bestemmingsplan, dat we gaan zeggen van ja, dat kan niet, dan moeten we een streep halen. De bestemmingsaanvraag voor Ressen is afgewezen door de provincie. Ja, nou precies. Maar dat soort dingen. Ik snap ook niet waarom dat de gemeente door blijft gaan, want het mag gewoon niet. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid echt bij de gemeenten ligt. En laten ze nou echt eens een keer met elkaar in gesprek gaan. Want er zijn allerlei ontwikkelingen, zijn ook door die mevrouw net in de uitzending al genoemd. Ook internet aankopen hebben allerlei effecten. Zouden op de... ook mogelijkerwijs die binnenstand dus, binnensteden leeg kunnen trekken. Pak het iets grootschaliger aan. Leegstand is natuurlijk wel iets wat niet alleen hier speelt. Niet alleen in Nijmegen, niet alleen in de provincie Gelderland, maar overal. Ja. En dat is natuurlijk een heel belangrijk iets binnenstedelijk gebied. Ja. Waar zowel lokale gemeenteraden voor aan de bark staan. Maar natuurlijk ook de provincies. Maar vindt u nu, meneer Markink, dat u
het beste voor ogen hebt met de lokale middenstanders? Ja, dat hebben we. Maar die middenstander die is ook niet gek. Die kijkt ook gewoon om zich heen. En die zal ook goed kijken waar die zich vestigt in de stad. En of die niet eventueel moet verplaatsen. Oké. Okay. Helder. Nou ja, wat ook wel belangrijk is, je moet ook die binnenstad steeds detailhandel meer ruimte geven. Je hebt nu nog vaak in steden regels zoals je mag wel een modewinkel hebben, maar je mag geen glas Prosecco schenken. Of je hebt een restaurant, dus je mag geen niet alleen strategisch slim zijn, maar ook zorgen dat bedrijven die zich vestigen ook wat meer ruimte krijgen. Nee, gewoon de winkels die er zijn ook minder regels zegt hebben. Zegt Michiel Scheffer. U bent vanuit de SP halsstarrig, wordt hier door al deze provinciemensen beweerd. Omdat ze te beroerd zijn om gewoon geld op tafel te leggen. Dat is het gewoon. En als ze het geld op tafel zouden leggen, dat is voor mij geen enkel probleem. Dan stopt u ermee. Geen Hornbach, dan morgen een streep doorheen. Ja, maar dit is en waarom doet u dat dan niet? Geen enkel probleem. Maar de Nijmeegse bevolking gaat niet bloeden voor een provincie die op bureaucratische gronden hier zegt dat er iets wat ontwikkeld mag worden. Op een stuk grond wat al 20 jaar klaar ligt om ontwikkeld te worden. Gewoon. En al 20 jaar. Terwijl en door de Rijksoverheid en een Vinex-locatie. Twee de Rijksoverheid een Vinex-locatie opgegeven. Want terwijl het hier daarover gaat bij u, gaan de eerste verkiezingen, of de verkiezing van de Provinciale Staten natuurlijk ook vooral over de posities in de Eerste Kamer. Wij blijven het van Eén op Straat natuurlijk volgen. Morgen zitten we in Zuid-Holland. Zo direct bij Twee Dingen praat Alice de Bruin met Oud-Brandpunt en Den Haag-verslaggever Jan Driessen. Dit was het. Het begint hier te stormen. Het nieuws van 8:30 met Amber Brandsen. Zes supporters die bij de wedstrijd PSV-Ajax waren, hebben een klacht ingediend over het optreden van de politie. Ze kwamen na de wedstrijd terecht in gevechten tussen hooligans en de ME. Daarbij voelden een aantal onschuldige supporters zich bedreigd door de politie. Berichten dat de relatie tussen de VS en Israël slechter is geworden zijn op niets gebaseerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op een bijeenkomst van een pro-Israëlische lobbygroep in de VS. Netanyahu spreekt morgen in het congres op uitnodiging van de Republikeinen. En de Hogeschool Rotterdam laat leerlingen en docenten onderzoeken op tuberculose. Bij een student en een oud-student is TBC geconstateerd. 26 leerlingen en docenten worden direct onderzocht. Later worden nog honderden anderen gecontroleerd op TBC. En dat zijn de hoofdpunten. NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot twee dingen. Dan blijken twee dingen. Er zijn twee dingen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Hele goedenavond. De campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn nu echt begonnen. Net ging het natuurlijk ook al over op Radio 1. En ik ga het erover hebben met mijn gast van vandaag. Die volgt het natuurlijk ook op de voet, Jan Driessen. Hij is oud-journalist, oud-directeur communicatie bij Egon. En nu communicatieadviseur sinds een jaar. Goedenavond. Goedenavond. En ik moet erbij zeggen dat hij ook Loek Hermans, lijsttrekker van de VVD in de Eerste Kamer, adviseert. En ik dacht wel, heeft Jan Driessen dan uiteindelijk voor de ultieme vrijheid gekozen, nu hij een eigen bedrijf heeft? Ja, dat zou je bijna denken, hè? Weer terug in zelfstandigheid. Nee, ik denk dat de constante is geweest, en we hebben het er net al even over gehad, je bent journalist en je blijft journalist altijd, en eigenlijk ook als directeur communicatie. Je stelt de juiste vragen om samen tot goede antwoorden te komen. En ook als directeur communicatie kun je kritisch zijn op het eigen bedrijf, en dat ben ik ook altijd geweest. Dus eigenlijk is er, wat mezelf betreft, althans heel weinig veranderd. Ja, we gaan het erover hebben. En als u wilt reageren, dan kan dat. Hashtag Twee Dingen. U luistert naar Max op NPO Radio 1. Twee Dingen. Actueel en persoonlijk. Ja, Jan Driessen, journalistieke carrière dus als verslaggever bij Den Haag Vandaag. Ook als buitenland verslaggever bij onder meer Brandpunt. Je hebt ook nog gewerkt bij Netwerk. Je versloeg oorlogen in Joegoslavië, Kosovo, Soedan en Rwanda. Uiteindelijk maakte je dus de overstap naar de communicatie, naar Egon dus, en nu zelfstandig ondernemer. Ja, en jij noemt dat dan toch hetzelfde. Dat jij zegt de communicatie is dan toch ook journalistiek. Want uiteindelijk weet je ook dat heel vaak wordt gezegd, als een journalist uiteindelijk de overstap maakt naar de woordvoering of naar de communicatie, dan ga je zo'n beetje naar de vijand, hè?